vraag van een ouder. Zij gaf aan dat het voor haar een beetje voelde als een Russisch roulette. Toen zij dus haar kind de eerste voeding ging geven. Mm-hmm. Omdat ze totaal niet wist wat ze kon verwachten. Ja. En zo hebben wij dat eigenlijk ook zelf ervaren. Mm-hmm. Omdat wij, onze zoon is ouder. En die gingen wij als eerste hapjes met banaan en met kiwi geven. Sinaasappel. Maar onze dochter mist haar een hele dikke darm. Dus wij hadden echt zoiets, ja, waar moeten we mee beginnen? Ja, het zou fijn zijn als daar wat meer sturing in komt. Of dat daar gewoon algemene richtlijnen voor zijn. Van wat ga je je kind als eerste hapje geven? Ja, ja. Hele lastige. Dus, ja, hebben we ook nog geen onderzoek naar. Nu met de Follow Me poli zie ik ook vaker nu al, nou ja, omdat we daar net mee begonnen zijn, ook ouders. Hebben wij ook gevraagd als diëtist om de kinderen te zien met de ouders op de leeftijd van 6 maanden en weer op 1 jaar. Omdat 6 maanden is helemaal de cruciale fase voor het starten het van eerste bijvoeding. Hapje. Ja. Het eerste hapje. Ja, er zijn geen voedingsadviezen nu voor Heersprong, niet algemeen. En ik heb wel zoiets, ik hou nu een beetje aan wat we eigenlijk normaal ook adviseren bij bijvoeding. En helemaal een beetje wat we adviseren ook bij kinderen die al een koemelk-eiwitallergie hebben. Maar eigenlijk komt erop neer, begin altijd met 1 hapje, doe dat een paar dagen en zie wat er gebeurt. Ja. En natuurlijk zijn er een aantal voedingsmiddelen die je nog even niet moet geven, zoals prei en uien. Maar dat geldt ook voor gezonde kinderen in principe, omdat je daar wel wat darmklachten van kan verwachten. Ja. Dus het blijft, ja, het is een lastige. Er is niet 1 voedingsadvies op te stellen, denk ik. Nee. Ik noem dat altijd trial and error. Dus ja, het is toch, toch echt proberen. Toch die Russische roulette. Best een beetje roulette. Ja, ja. Van eerst proberen en kijken wat er gebeurt. Maar zelfs bij gezonde kinderen zien we soms dat ouders beginnen met een wortelhapje. Ja, dan is de ontlasting ook oranje. Of met rode bietjes, ja, dan is de ontlasting ook rood. Dus maar ik kan me voorstellen dat ouders die daar nog geen ervaring mee hebben, dat het allemaal heel spannend is. Dus in principe heb je daar twijfels over. Voelt het als Russische roulette? Kan je altijd vragen om naar de diëtist te gaan. Ja. En dat hoeft tegenwoordig ook niet eens meer op verwijzing. Maar goed, dat is even ook in overleg met de kinderarts of met de arts. Ja, dat was slim geweest als we dat inderdaad hadden gedaan. Ja.